Ja, naar het tekort aan rijinstructeurs. Want dat zorgt ervoor dat de prijzen van een lesje autorijles ongelooflijk aan het stijgen zijn, schrijft het FD. De prijs voor een uurtje autorij met begeleiding van een rijinstructeur werd de afgelopen drie jaar maar liefst 23% duurder. En die stijging gaat zich de komende drie jaar doorzetten. En dan komt een uurtarief van ongeveer... 80 euro voor een uurtje rijles. Veel rijinstructeurs stoppen ermee. Voor het eerst sinds, de jaren, uh, uh, sinds jaren is het aantal bevoegde rijinstructeurs... afgelopen jaar gedaald naar net iets meer dan 15.000. Terwijl de vraag naar rijbewijzen toeneemt. Irene van Drongelen is voorzitter van de Landelijke Beroepsvereniging... Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche. Oftewel kortweg de LBKR. Mevrouw van, van Drongelen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en de gemiddelde rijinstructeur begrijp ik, die stopt na acht jaar. Waarom? Wat is, het, wat is een vrij snelle doorloop? Dan is de carrière alweer klaar? Uh, ja, dat is, die doorloop die is, klopt, is uh, vrij snel. Mm -hmm. uh, dat heeft ook een aantal oorzaken. Uh, mensen kunnen vrij, uh, hem heel makkelijk rijinstructeur worden... Um, de basisopleidingen is eigenlijk uh, nou, letterlijk basis, duurt ook niet lang. Nee. Uh, mensen gaan, uh, komen erachter dat je na vijf jaar uh, je bevoegdheid uh, op pijl moet houden en uh, uh, een toets moet doen. Dat heet de praktijkbegeleiding. Op het moment kan je je bevoegdheid daardoor niet kwijtraken. Uh, maar dat geeft wel druk. Dus uh, heel veel mensen stoppen er toch na, uh, ja. na een bepaalde tijd mee. En dat is zonde, want het is een heel mooi beroep. Ja, en daarbij, het verdient hartstikke goed als je zzp'er bent. Je krijgt 80 euro in je, je schoot per uur. Om oh, nog niet. 80 80 oh. <laughs> nee, nog niet, maar dat gaat wel gebeuren. Dan zou je zeggen, nou, dan moet het uiteindelijk toch wel de, de financiële broek op weten te houden. Nou ja, laten we eerst even kijken. Jullie hadden het net over de inflatie. Ja. Uh, de stijging van de afgelopen mm -hmm. jaren. Moet je natuurlijk wel meenemen dat ja. uh, we gewoon allemaal inflatie hebben gehad. De kosten voor de brandstof. Hè, voor iedereen en ook voor mm -hmm. ons. Uh, enorm zijn gestegen. En daarvan kan je niet verwachten dat wij dat zelf dragen. Ja. Dat, op alle fronten wordt dat gewoon doorberekend. Ja. En dat hebben wij ook gedaan. Natuurlijk, ja, dat gaat die klant uiteindelijk dan betalen. Maar 80 euro is dat zowel in, en dan in drie jaar tijd, 23% stijgen. Ik begrijp best dat u zegt, ja, wat inflatiecorrectie, dat is prima. Daar zit die benzine kosten trouwens in, hè? Uh, maar 23%, ja. is dat niet een beetje, beetje van de gekken? Uh, is dat van de gekken? Nee, als je een goede rijinstructeur uh, wil hebben... Mm -hmm. die, uh, en er zijn er heel veel die gewoon een goede kwaliteit leveren... Ja. en enthousiast zijn over het vak, mm -hmm. ja... Dan is dat niet duur. Nee. Je moet wel kijken dat dit ook een opleiding is. waar je gewoon uh, de rest van je leven. zeker tot je 75ste. als de keuringen beginnen. Ja. Uh, daar heb je wat aan. Ja. ja, tenzij om die vijf jaar. want dat wil het kabinet. de kwaliteit. Uh, 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 het predicaat weer krijgt hè, dat je het kan. Want die toets van uh, om de vijf jaar. daar vrees je toch voor. Dat zorgt dus voor uitloop, zegt u. Dat, uh, dat, uh, ja, dat gaat leiden tot uitloop. Mm. Wij hebben toen de minister met het rapport uh, uitkwam, de uitwerking van het rapport Roemer, uh, hebben wij direct uh, diezelfde week een poll gedaan. Mm -hmm. Dat is natuurlijk gekleurd, want uh, ja. mensen waren heel emotioneel. Mm -hmm. uh, maar daaruit bleek onder onze leden en volgens dat 62% voornemens is om, om te, te gaan stoppen, stoppen als ja. dit doorgaat. Ja, maar ja, doen ze dat dan ook echt, is de vraag. Want uiteindelijk, je haalt dan uh, gewoon je eigen verdienmodel onderuit. Uh, ja, dat is altijd de vraag ja. of, je, of ze dat gaan doen. <laughs> maar vergeet niet ja. dat als zij. Uh, het is nu alleen een praktijkbegeleiding. Mm -hmm. Uh, zo meteen wordt het een echt examen. Ja. Daar krijg je drie pogingen op de praktijkbegeleiding en de theorie. En dat leidt, als je dat niet haalt... Ja. leidt dat to direct tot het ontnemen van je bevoegdheid. Ja, ja. Wat ook inhoudt dat jij je leerlingen moet gaan overdragen aan een mm -hmm. ander. Ja. Maar ook het betaalde lesgeld. Ja. He, je bent op dat moment ook direct je inkomen kwijt. Ja. Dus Anderzijds, dat is een grote onzekere factor. Ik wil wel mijn dochter van 18 graag meesturen met een bevoegde gekwalificeerde maar Niet iemand die zichzelf ze niet haalt. Geen cowboy. Nee. nee. Cowboy zijn wij allergisch uh, voor, hè? Precies. Nee, maar dat zou je met, zo met cowboys kan je met zo'n zo examen. Dat was ook de, de opzet van het roemerverhaal, om die, om die eruit te krijgen, toch? Dat klopt, hm. uh, maar je kan uh, mensen he, de, de kwaliteit verhogen en ja. het systeem ook zo maken dat mensen niet op de, hm. dit uh, hun bevoegdheid vrijtraken. Okay. want. Hm. En dat kan je op andere manieren doen om, de, om een rijinstructeur gewoon naar een hoger niveau te tillen. Ja, Want dat het... is alleen maar goed. En dat, dat, dat willen wij als LBKR ook. Dat zijn ik. Vanaf dat... het begin zijn wij hier tegen. Nee, dat, het zou ook erg zijn als u zou zeggen. Nee, we zijn echt voor cowboys. Dat is niet altijd wel maar." Nee, dat is ook een manier ja. om het eruit te filteren. Ja, ja, en, maar een examen, daar kunnen zij zich heel erg goed op voorbereiden. Mm -hmm. Dat doen ze nu dus ook al. Uh, want degene die dus in de sanctie komen na het uh, uh, afnemen van mm -hmm. een uh, PB, ja, dat is niet hoog. Daar vang je die cowboys niet mee weg. Oké. Okay. Wat, wat moet er gebeuren om te zorgen dat die, die uh, branche aantrekkelijk wordt voor nieuwe instructeurs? En dat we misschien die, die hoge tarieven niet meer zien, omdat die vraag hoog is en het aanbod klein? Want dat werkt ook uh, door in de prijzen. Nou, om een nieuwe aanwas aan te, te trekken, ja. als eerste ons vak weer een positief beeld te laten krijgen. Mm -hmm. Want het is gewoon een heel mooi vak. De basisopleiding, de eerste opleiding, die moet gewoon naar een hoger niveau getild worden. Mm. Dat een instructeur echt een instructeur wordt. Dat je dus precies weet hoe je ingrepen moet plegen. Dat zit er nu niet meer standaard in. Mm. Dat zat er vroeger wel in. Dus het vak weer serieus gaan nemen. Ja. En daar ook die opleiding uh, nou ja, veranderen. En daar wordt ook heel hard aan gewerkt hè, om dat nu voor elkaar te krijgen. Kijkt u daarbij dus... ook nog naar het, het, het CBR? Kunnen die nog iets voor u betekenen? Nou, het CBR leidt geen uh, instructeurs op. Nee. Dus uh, ja. Die staan eigenlijk buiten dat gedeelte. Dat zijn toch wel echt twee instituten. Ene, het IPKI is eigenlijk het examencentrum voor rijinstructeurs. Dat moet gewoon die basis moet gewoon goed zijn dat een rijinstructeur volwaardig wordt opgeleid. En daarna ja, is er altijd een samenwerking met het CBR en dat ja. moet ook gewoon beter worden. En daar zijn we ook allemaal mee in gesprek. De KRV, andere bandsverenigingen. Duidelijk, dank u wel. Irene van der Hongen is voorzitter van de LBKR, de Landelijke Beroepsvereniging Kwaliteitsbevordering Rijsschoolbranche.